Dit is een van de beste D-Star Porto's die er volgens mij gemaakt zijn. Het is de ICU82. Het grootste voordeel vind ik dat er enorm veel audio in zit en de enorm goede kwaliteit van de modulatie. Het is de portofoon die tot vorige week vrijdag bij de stream in gebruik was. Sinds een poosje zijn er streams van zowel PA3 ANG zelf voor online receivers als van PNREJV. En daarmee verdween eigenlijk de noodzaak voor mij om nog een stream in de lucht te houden. En ik heb hem bij wijze van test vrijdag uitgeschakeld om te kijken of daar commentaar op kwam. En dat kwam er niet. Dus nu heb ik deze portofoon over. Hoewel, ik heb het dingetje wel gemist. En ondanks dat hij toch wat beperkingen heeft, het display is wel erg mager. Hij doet het alleen op 70 centimeter en ik zit vrij veel op 2 wat D-Star betreft, maar ik wil hem toch eigenlijk niet kwijt. In FM doet hij trouwens ook erg goed, hè. Het is een afgeleide van een professionele portofoon. Het was volgens mij een van de eerste apparaten die er voor D-Star op de markt was. Hij is er ook in een 2 meter versie trouwens. En hij kwam, als ik me niet vergis, tegelijk op de markt met de in Nederland nauwelijks bekende IC2200. Dat is een ding wat alleen voor 2 meter te krijgen is, waar ook D-Star in past. Het zijn apparaten van de zogenaamde eerste generatie, die niet erg goed bijvoorbeeld met users message om kunnen gaan. Eigenlijk heb je daar in de praktijk niet veel aan. Je kunt hem niet iedere uitzending mee laten komen bijvoorbeeld. Je moet het apart inschakelen, druk je de PTT-knop in, dan moet je hem opnieuw apart inschakelen, dat hij de user message meezendt. Ja, ook het display is vrij, ik weet niet of het op het een beetje te zien is. Hij staat nu op geheugenplaats 1. 439825, dus de frequentie van DSA. Alleen het tweetje is groot en daarachter daar staat heel klein 50. Maar het is wel een heel fijn apparaat. Het ding ligt heel goed in de hand. Hij is ietsje groter dan de andere apparaten. Maar hij is vrij smal, slank. En, het is echt een typische professionele portofoon. Dus pas ook de Nikats op van de professionele ICOM apparaten. Ander nadeel is dat de accu's, met name die erbij geleverd is, bijzonder klein zijn. Als je de IC92 gewend bent, nou die kun je rustig een dag op stap meenemen. Maar in het begin draaide ik op dit ding de D-Star ronde, zoals Freddy nu doet. En met één accu redde ik dat niet. en dan niet eens op hoog vermogen. Ik ben de stream overigens ongeveer 2 jaar geleden begonnen, ruim 2 jaar geleden. En ik vond al heel lang dat zo'n stream er moest komen. Ik had alleen geen zin om daar een portofoon aan op te offeren. Omdat het natuurlijk vrij prijzig is. Deze dingen gingen in die tijd voor ongeveer het bedrag van de hand wat ook een dongel kost. En ik had, omdat ik een artikel over de dongel schreef voor het blad Verbinding, had ik tijdelijk een dongel in bruikleen. En die heb ik vervolgens overgenomen om daar een stream mee te beginnen. Alleen was de software die toen voor de dongel er was, absoluut niet stabiel genoeg om voor een stream te gebruiken. En ik had van Edwin PA7FRN een leuk routinetje gehad om het ding in de lucht te houden. Maar dat werkte bij mijn PC niet, omdat als ik het ding opnieuw opstartte, dan moest ik ook de internetverbinding opnieuw opstarten, want die verbrak namelijk als de dongel crashte. Nou, uiteindelijk dacht ik van ja, ga ik die stream nou stopzetten en de dongel verkopen of... Hey, een station. Of verkoop ik de dongel en zet ik mijn portofoon erop. En toevallig had ik in die tijd gedurende lange tijd een IC92 te leen, zodat ik een porto extra had. En toen dacht ik van nou, dan zet ik deze porto daarvoor in. Nou, die heeft dus 2 jaar lang, heeft die eigenlijk zonder onderbreking aangestaan tot afgelopen vrijdag. Ik denk inderdaad dat ik ook in rond augustus begonnen ben met de stream. En in het begin werd die verspreid via de server van channel73.net. En later kwam daar ook een eigen server in Zeewolde bij en had ik nog een reserve shoutcast server voor beperkte gebruikers ook zelf in gebruik. Maar ik had wat problemen met de server afgelopen vrijdag en dat was mede aanleiding om het versneld niet in te schakelen. Ik ben na een blikseminslag van een week of 4 geleden heb ik allerlei problemen met mijn Fritzbox router gehad. Daar gebruik ik nu een andere router voor. Maar nog kreeg ik de zaak niet opnieuw up en wat precies de aanleiding is weet ik niet. Maar ik kon bijvoorbeeld de stream van PI610, die kon ik niet aansturen. Dat lukte niet. Ja, vrijdag had ik opnieuw problemen. Toen dacht ik, nou ja, zal ik er nog een paar uur aan besteden? Of zal ik hem maar gewoon uitzetten? Nou ja, dat laatste dat is wat er gebeurd is.